Hi allemaal! Nou, gisteravond zat ik lekker televisie te kijken, een beetje op mijn telefoon te scrollen door Instagram. En toen kwam ik ineens een super vet cocktailrecept tegen van BuzzFeed Tasty. Dat is echt een van mijn favoriete Instagram accounts trouwens. En ik vond het zo'n vet recept. Nou, ik ga je eerst even laten zien om welk recept het gaat. Nou, zoals je ziet gaat het dus om een kleurveranderende mojito cocktail of mojito. En dat is Larissa's favoriete cocktaildrankje. En we zijn allebei helemaal dol op die magische, gekke recepten. Dus we belden meteen met elkaar en het was echt zo van, we moeten dit maken. En wel morgen. Nou, ik ben meteen naar de supermarkt gereisd om de ingrediënten te halen. Die zijn vrij makkelijk te vinden en ze zijn ook niet eens heel erg duur. Dus dat is altijd een plus. En ja, we gaan het maar meteen uitproberen. We zijn heel erg benieuwd. Nou, dit zijn de paarse ijsklontjes. Die gaan we als eerste even blenden. Is al een beetje gaan smelten en het stinkt echt behoorlijk naar kool, maar het is wel lekker paars. Zo. Kijk, ik moet hem even heel snel omspoelen. Nou, we hebben nu even de kan omgespoeld zodat er geen blauwe of paarse kleurstof meer in zit. En dan is het nu tijd voor de limoenblokjes. En wij hebben het limoensap puur ingevroren, dus we doen limoensap en dan doen we ook nog losse ijsblokjes van alleen water. Maar mocht je wel van zuur houden, kan je natuurlijk wat meer limoenblokjes toevoegen en helemaal het water weghouden. Oeh, zie je, het gebeurt al. Het verandert al. Dat komt omdat de onderste ijsblokjes zijn al gesmolten. Dus nu reageren de stoffen al met elkaar. Nou, doen we even een scheutje drank bij. En dan nu de rest van de juice. Je ziet dat hij eigenlijk al een beetje roze is geworden, maar nu nog iets meer. Oeh, je ziet heel mooi de twee kleuren. Paars, ik zou zeggen een soort van fuchsia en een licht roze kleurtje. Ah, het is wel vet. Het is wel heel vet. Het ziet er echt super mooi uit. Oké, we gaan poging 2 doen en we gaan deze nu als eerste blenden en daarna de paarse blokjes, omdat die sneller smelten. En dan kijken of die beter gaat. Dit is echt het beste hoe ik hem kan blenden. Dus ik denk dat ik het dan gewoon hierop hou. Oké, we laten het even hierop. Dus het is nog niet echt een poeder. Dus dit is ons limoen- en muntgedeelte. Zo, ik hoop dat het goed gaat. Dus we gaan alles tegelijk erin gooien. Oh, misschien is dat niet handig. Kijk, ik doe toch wel eerst paars. En dan de limoen nu die nog bevroren is. En dan een beetje rum. Scheutje. Stop. Een beetje rum. En dan deze vloeistof. En rechtsonder zie je nog een beetje de paarse kleur. En dan zie je dat die langzaam nu naar roze verandert. Nou, we hebben het geprobeerd zoals je zag in twee delen. Want bij de eerste poging waren we de muntblaadjes vergeten. Ja. De tweede poging ging op een gegeven moment de camera uit. Maar je kon nog wel zien hoe het ging. En serieus. Het was echt magical. Zo vet. Ik noem het gewoon unicorn. Ik vind dat ik unicorn mag noemen. Ja, dat ging echt van donkerpaars met groen. Naar knallend roze, zoals je kunt zien. Dus het is wel echt heel erg vet. Maar we zijn heel erg benieuwd waar die naar smaakt. Want de paarse ijsklontblokjes, ja, die stonken echt een uur in de wind. Ja, want eigenlijk is het gewoon kool en koolmurt. Je rookt het toch echt best wel. Dus dat is altijd een beetje eng. Want je wilt eigenlijk niet een koolcocktail drinken. Nee. Maar als ik er nu hier aan ruik, ruikt hij wel goed. Dus ja. Laten we maar even gaan proeven. Ultieme proeftest. Smaaktest. Oeh. Lekker. We hebben echt perfect gemengd. Oh, high five. Ja, ik vind het wel lekker. De perfecte hoeveelheid alcohol. Ja, ik hou niet zo heel erg van alcohol, maar we hebben wel wat erin gedaan. Ik bedoel, we hebben het immers allemaal gezien, maar hij is echt super hij lekker. Hij is perfect. Sorry dat ik zeg. Heel erg uit hoogte misschien, maar hoe super makkelijk is deze. Maar een paar ingrediënten. Maar dit smaakt echt gewoon naar zomers, dorstlessens. Het is gewoon echt een mojito. Maar het ziet er gewoon echt super maar vet magical uit. Magical. Als het vet zou zijn, het zou echt de ultieme party cocktail zijn als je er ook nog glitters doorheen. Mocht je geen alcohol mogen drinken of er niets van houden, ik denk dat deze ook gewoon, ik weet eigenlijk zeker dat deze ook heel erg lekker is als je gewoon de rum weglaat of andere alcohol. Dus dat je hem gewoon eigenlijk er een mocktail van maakt. Het is gewoon echt een super lekkere smaak. Ja, en verder, het enige wat ik wel een beetje nadeel vond, en misschien ligt het wel aan mijn blender, ondanks dat hij echt specifiek
gericht is op ijsblokjes. Dat stond er echt op. Is dat de ijsblokjes van de kool gewoon heel snel smolten. Dus ja. Hij is perfect voor op een feestje. Maar je moet wel echt heel snel handelen op een feestje. En iedereen's aandacht zal trekken van nu kijken wat nu gaat gebeuren. Want binnen één seconde is het gedaan. En een tip is ook, als je dus die ijsblokjes naar elkaar doet. Je moet hem echt heel goed omspoelen. Ja. Want de reden dat dit verkleurt is omdat er een bepaalde reactie ontstaat tussen twee stoffen. En dat weet ik niet uit mijn hoofd, dus ik zal het wel in beeld zetten. En daardoor verandert hij dus van kleur. Wat trouwens ook leuk om te weten is, dus ondanks dat deze kleuren echt gewoon waarschijnlijk van je beeldscherm afspatten, is dat we hier dus geen aanvullende kleurstof hebben gebruikt. Mm-hmm. Het is gewoon puur van de rode kool. Dus dat was gewoon helemaal puur natuur, weet ik veel wat. En volgens mij is het zelfs biologisch wat ik heb gekocht. Hey. En de limoenen zijn natuurlijk ook helemaal niet gekleurd. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Nou, het is je misschien wel opgevallen dat we onze video wat later op de dag hebben geüpload. En dat is een test. We hebben namelijk vernomen dat een video het beste doet wanneer die gewoon in de eerste 2 uur het meest wordt bekeken eigenlijk door de mensen. YouTube die schijnt zeg maar je video naar een gedeelte van je abonnees te sturen. En mochten die mensen die hem dus in hun inbox hebben gehad hem kijken, dan pas gaat YouTube bepalen van is dit voldoende, ja of nee. Zo ja, dan gaat hij naar iedereen. Dus het is voor ons wel heel erg belangrijk om jullie allemaal te bereiken. Dus we dachten, we gaan het een keertje in de avond proberen. Want we zagen dat de meeste video's van ons worden bekeken in de avond. Ja. En we willen je ook nog even vragen om even op dat belletje te drukken, zodat je in ieder geval een notificatie krijgt ook. Dat zou wel echt heel erg fijn zijn, dat jullie in ieder geval onze video's niet missen. Geef deze video een dikke duim omhoog als je dit een vet trucje vond of een vet magisch, hoe moet ik het noemen, scheikunde proefje eigenlijk. Mm-hmm. Wij in ieder geval wel, dus ik geef hem misschien zelf ook wel gewoon een duimpje omhoog. En hij is ook nog lekker. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je meer video's van ons wilt zien. Laat ook even weten als je meer van dit soort experimentjes wil zien, want dat vind ik zelf wel heel erg vet ook. En dan hopen we snel weer te zien in de volgende video. Doei! Doei.